Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door OCZ en ASUS. Your objective: infiltrate the ROG lab and retrieve the most powerful XM9 gaming motherboard ever made. Its codename is the Rampage 4 Formula. In deze aflevering van Hardware Info TV. AMD's nieuwe Radeon HD 7750 en 7770. Welkom bij Hardware Info TV. Deze week introduceerde AMD de budgetkaarten in de nieuwe Radeon 7000 reeks. Dan hebben we het over de Radeon 7750 en de 7770. Ja, want de 7970 die was er al een tijdje, maar dat waren superdure kaarten van ruim €400. En hier hebben we het over kaarten die meer in het 100-125 euro prijs range zitten. Ja, deze kaarten zijn gebaseerd op de Cape Verde chip. Dat is zeg maar een van de drie chips die in de Radeon 7000 reeks op de markt moet gaan komen. En het zijn de budget exemplaren, 100-150 euro, een beetje dat prijssegment inderdaad. Normaal gesproken maakt AMD in een reeks ook nog chips voor nog goedkopere kaarten. Vroeger had je bijvoorbeeld ook de 6450 reeks bijvoorbeeld. Nou, AMD heeft gezien van dat marktsegment dat is helemaal overgenomen door processors waar de videokaart in geïntegreerd zit. Dus zo'n chip op dat prijspunt gaat in de 7000 serie eigenlijk niet meer komen. Nee, want niemand koopt dat. Als je die mate van eigenlijk geen prestaties wil, dan neem je gewoon een integrated oplossing. Exact. En voor die anderhalve man en een paardenkop die dat wel nog koopt, gaan ze vermoedelijk gewoon wat 6000 kaarten pakken en die hernoemen naar 7000. Een bekend trucje. Ik wou het zeggen, dat gebeurt vaker. Maar in die 7000 reeks komen dus drie chips. De Tahiti chip, die kennen we van de 7950 en 7970. Dat ding met 2000 shader units, alles erop en eraan voor high-end. Cape Verde nu dus voor de 7770 en de 7750. En dan moet ergens de komende weken moet er nog een derde tussenin komen, Pitcairn. Ja, en die zal dan qua prestaties en qua mogelijkheden ergens halverwege zitten. En dan hoef je natuurlijk geen enorme helderziende te zijn om te verwachten dat dat een 7800 gaat worden. Precies. We hadden al gezien toen we het over de 7970 hadden dat die chip eigenlijk is gemaakt als een soort Lego-unit. Je kan er van alles in en uit Lego'en. Ja. En bij deze nieuwe goedkopere chip is er dus ook van alles eigenlijk uitgelego'd. Ja, het is inderdaad. Het is gebaseerd op exact dezelfde architectuur, exact dezelfde technologie, maar gewoon van alles wat minder. Als we kijken naar de belangrijkste bouwstenen van AMD's nieuwe 3D-chips, dat is dat die Graphics Core Next modules. En dat zijn zo'n modules met daarin telkens 64 rekeneenheden, 64 shader units. De Tahiti chip van die 7970, 7950 had er daar 32 van. Nou, 32 maal 64 shader units zijn er 2048 in totaal. En in deze chip, in de Cape Verde, komen er 10 tegen. Nou, 10 keer 64, 640 shader units. Dat is één belangrijk verschil. Het andere belangrijk verschil is de bandbreedte voor het geheugen. Het aantal kanalen naar het geheugen. Kijken we naar die Tahiti. Daar zaten eigenlijk 6 64-bit geheugencontroles in. 6 keer 64-bit, 384 bits in totaal. Hier zitten er 2 in, dus 128 bit. En daar is allemaal een beetje op bespaard. Ja, en op die manier besparen ze dus enorm in de kosten om zo'n chip te maken. En kan dus ook de prijs van het uiteindelijke eindproduct flink omlaag. Ja, zo'n chip als dit is gewoon de helft van de afmeting en de helft van het aantal transistors. Dus is ook veel goedkoper om te maken. Wat wel nog even belangrijk is om je te realiseren, eigenlijk alle andere onderdelen van die chip zijn identiek. Dus ook qua mogelijkheden komen deze nieuwe budgetkaarten eigenlijk helemaal overeen met de duurdere kaarten. PCI Express 3.0, die video encoder die er tegenwoordig in zit, de UVD, de video decoding mogelijkheden. Ja, alle DirectX mogelijkheden. Ja, Eyefinity, alles zit hier ook gewoon in. Het is gewoon puur wat minder snel vanwege de minder shader units en wat minder geheugenbandbreedte. Nou, dan hebben we de 7750 en de 7770 en de verschillen onderling zijn niet waanzinnig groot, maar toch wel aanwezig. Ja. Eigenlijk op twee vlakken, het aantal ingeschakelde shader units en de klokfrequenties. Bij de 7770 zijn al die 640 shader units ingeschakeld. Bij de 7750 zijn van die 10 modules er 2 uitgeschakeld. Dan hou je 512 shader units over. Waarschijnlijk ook weer het trucje van dat als de chips hebben die niet helemaal doen, als er 1 of 2 cores niet doen, dan hoppakee, is het geen 70, maar wordt het een 50. Het is het bekende verhaal zoals het altijd werkt, maar het is gewoon 20% minder rekeneenheden erin.
Ander verschil, de klokfrequenties. De 7750 draait standaard op 800 MHz en de 7770 draait standaard op 1 GHz. Ja, vandaar dat AMD zelf ook spreekt over gigahertz edition, omdat ja. Het de eerste chip is die standaard op 1 GHz draait. Ja, daar zijn ze best trots op. En daar zie je dus ook wel echt die voordelen van het feit dat die nieuwe AMD-chips met 28 nanometer transistors gemaakt worden. Die zijn super klein, super zuinig. En daardoor is het gewoon mogelijk om gewoon chips standaard op dusdanige snelheden te laten werken. En we gaan het ook nog even hebben over de kaarten die MSI en Sapphire op basis van die chip hebben gemaakt. Maar hun bewijzen dat eigenlijk nog makkelijk nog veel sneller kan. Dus die gigahertz is niet eens bijzonder bij deze generatie. En wat ook wel aardig is, omdat je zegt al, het is gebakken op 28 nanometer. Dat betekent lekker zuinig. En dat betekent dus ook dat de 7750 variant, die heeft niet eens een pech connector voor extra stroom nodig. Ja, de 7770 heeft wel een 6-pin pech, maar eigenlijk omdat die ook maar net nodig is. AMD geeft aan dat het maximale stroomverbruik van deze kaart is 80 watt. Nou, via de PC Express bus kon standaard 75 watt een kaart binnenkomen. Dus ja, dat is net niet genoeg. Dus er zit een 6-pin pech connector, maar gewoon bijna meer voor de vorm dat die echt nodig is. Energiescherpers zijn het in ieder geval niet. Nee. Nou, wat benchmarks gaan we kijken. Het zijn natuurlijk de opvolgers van de 6770 en de 6750. Nou, en als we even kijken wat voor kaarten ook weer waren. Dat waren eigenlijk geen echte 6-serie kaarten. Dat waren eigenlijk gewoon rebranded, hernoemde 5770's en 5750's. Dus ja, eigenlijk na ruime tijd eigenlijk een echte opvolger. Kijken we even naar 3D Mark Vantage. De 77 GHz edition zit er op zo'n 16.000 punten. Dat is min of meer hetzelfde als de Radeon HD 6850 uit de vorige generatie. Dus dat was toch eigenlijk één stapje hoger gepositioneerd. En de 7750 die zit op een kleine 13.000 punten. Ja, dat is, als je dat een beetje bekijkt, dat is aardig. Maar dat is niet dat je zegt van we gaan die Infinity mogelijkheden echt gebruiken. Nee, dat zien we ook als we naar wat game benchmarks kijken. Bijvoorbeeld Battlefield 3 1920 bij 1080 met medium instellingen. Dat gaat gewoon nog prima op beide kaarten. Zo'n 50 frames per seconde op de 5770. En zo'n 40 frames per seconde, ja, dat is nog net speelbaar op de 7750. Ja, dit is gemiddeld. De minimum frames per seconde liggen nog wat lager, dus dat is inderdaad de kantje boord. Exact. Maar zo moet je het een beetje inschalen. Deze kaarten zijn leuk om Full HD resolutie met medium instellingen. Wil je Full HD met high instellingen of wil je met 3 schermen gaan werken, dan moet je er wel echt een duurdere kaart. Dus een 7950 of misschien zo'n 7800 kaart zoals die binnenkort komt. Ja, het enige wat mij eigenlijk nog een beetje tegenvalt is de prijsstelling van het geheel. Want ja, want het is wel sneller als de vorige generatie, maar het is ook nu wat duurder. In het middensegment is het eigenlijk een beetje, je krijgt er wat bij, maar je betaalt ook wat meer. Ja, kijk, als je bijvoorbeeld naar die 7770 kijkt, zit zo rond de 150 euro. Nou, we zien al ook zojuist bij 3D-Mark, maar ook bij deze benchmark. Het zit ongeveer op het prestatieniveau van de 6850. Maar ja, heel eerlijk, een 6850 is inmiddels ook gedaald tot zo'n 150 euro gemiddeld. Dus wat dat betreft krijg je eigenlijk hetzelfde voor dezelfde prijs. Dezelfde prestatie voor dezelfde prijs. Is het alleen voor AMD goedkoper om te produceren. Ja, ze zijn mogelijk wat energiezuiniger natuurlijk. Exact. En maar als je het vergelijkt met de 6770, dus eigenlijk echt de voorloper van deze kaart. Ja, die is zo'n 20% langzamer. Of de nieuwe kaart is zo'n 20% sneller. Maar ook 20% duurder. Exact, de prijsverschil is ook zo'n 20%. Dus ja, qua prijs-prestatieverhouding schieten we er na ruim een jaar eigenlijk niks meer op. Dus ja, je mag eigenlijk wel stellen van kom op AMD, de chips zijn kleiner. Zijn dus ook goedkoper om te produceren. Daar profiteren ze nu eigenlijk alleen maar zelf van. Maar het zou mooi zijn als wij daar als klant ook een beetje van mee kunnen profiteren. Ja, de prijzen zullen ongetwijfeld met het verstrijken van tijd wat gaan zakken. Waardoor het mogelijk qua prijsprestatie nog weer wat interessanter gaat worden. Ja, dat is misschien ook wachten tot Nvidia met een nieuwe generatie kaarten komt in dit prijssegment. Want dan wordt de concurrentiestrijd natuurlijk weer wat heviger. Nou, tenslotte nog even de twee 7770 kaarten van twee partners van AMD. Zowel MSI als Sapphire stuurden onze kaart. Ze noemen het allebei een OC edition, maar bij Sapphire heeft dat wat meer om het lijf dan bij MSI. Want MSI klokt hun kaart, nou wel geteld, 20 MHz hoger dan de referentiekaart. Dus 1020 MHz. En Sapphire neemt dat overklok iets serieuzer. Hun pakken er gewoon 150 MHz bij. Dus 1150 MHz standaard uit de doos. Dat is echt niet mis. Ja, dat is behoorlijk. En dat hebben ze weten te realiseren door toch wel redelijk los te gaan met de koeling. Want we zien hier twee hele dikke heatpipen onderaan zitten die de warmte zo snel mogelijk bij de processor weghalen en naar de buitenkant brengen, ja. waar de ventilator de warmte weer wegblaast. Ja, en die koeler die werkt ontzettend goed. Dat zien we ook wel bijna onze testresultaten. Want zelfs als je realiseert dat deze kaart dus 130 MHz hoger geklokt is en dus meer warmte zal produceren,
Koelt de koeler alsnog beter? Kijken we naar, naar onze koelmetingen na twee runs Metro 2033. Dan zit de MSI-kaart op 52 graden Celsius, deze op 45 graden Celsius, 7 graden koeler. En dan zou je denken, nou, betere koeling, dat zal vast meer herrie met zich meebrengen. Nou, absoluut niet. Want die MSI-kaart doet zo'n 40 decibel op 10 centimeter gemeten en deze 35 decibel. Dus... Ja, dat is een behoorlijk verschil, want decibel is een logaritmische schaal natuurlijk. Dus dat is echt aanzienlijk veel stiller. Ja, dus ja, hij koelt beter en hij is stiller. Prijsverschil tussen de kaarten is er nagenoeg niet. Ze zitten allebei rond de €550. Dus ja, dat is wat mij betreft eigenlijk een hele makkelijke keuze. En wat weten we van andere merken die ermee gaan komen? Ja, alle bekende AMD-partners komen met kaarten op de markt. Dus Asus, Gigabyte, Club 3D, XFX, PowerColor. Nou, iedereen kennen we al. Op de site hebben we in de nieuwsbericht een uitgebreid overzicht gemaakt. En kwamen we tot 22 kaarten die eigenlijk nu zo 1, 2, 3 op de markt moeten gaan komen. Uiteraard is het wel zo dat het duurt even voordat alle shops de prijzen hebben verwerkt. Dus ik denk dat we over een paar dagen pas echt goed kunnen inschatten hoe de prijzen uiteindelijk gaan zijn. Maar vooralsnog zie je dat al die kaarten zo'n beetje op de €150 voor de 77,70 en op de €120 voor de 77,50 zitten. Nou, we gaan het in de gaten houden en als ze binnenkomen gaan we ze uiteraard ook allemaal testen. Absoluut. En dat was weer Hardware Info TV voor vandaag, maandag, woensdag en vrijdag. Dat zijn de 3 dagen waarop je nieuwe afleveringen van Hardware Info TV kunt verwachten. Dus we spreken je snel weer. Tot dan!